Was er een openbare aanbesteding, dan hoefden wij bepaalde vragen niet te stellen. Dit zei het DNA-lid Ingrid Kartabink afgelopen maandag in het parlement bij de voortzetting van de behandeling van de zogenoemde ID-kaartenwet. De parlementariër plaatste verschillende kanttekeningen bij de handeling van de regering, met name de minister van Binnenlandse Zaken. Zo gaf zij aan dat er geen transparantie was en dat wij moeten leren om ons geld beter te gebruiken. Transparantia, die ook hier gezegd werd door enkele collega's. Open kaart spelen, zodat wij onnodige vragen die u nu hoort, u vindt dat het onnodig is, maar het is nog steeds onduidelijk voor ons. We hebben als taak, voorzitter, dat wij moeten controleren. Wij moeten kunnen natrekken. Als er bijvoorbeeld extra gegevens opgenomen zijn, voorzitter, of bijgevoegd zijn. Want geruchten doen ook de ronde dat doden kunnen reizen. Dat mensen genaturaliseerd kunnen worden zonder tussenkomst van DNA en de president voor goedkeuring, voorzitter. Al deze dingen moeten we wegwerken, voorzitter. De fractieleider van de NDP, André Misikaba, gaf aan dat het lid Kartabink slechts algemene beweringen naar voren heeft gebracht. Zo zou zij hebben aangegeven dat er iets mis zou zijn met de transparantie. De regering maakt zich niet druk, want het volk zal toch voor de kosten opdraaien. En het project zou te duur zijn. Misikaba vond het jammer dat Kartabink niet een tegenvoorstel heeft gepresenteerd. Door wij inderdaad die vergelijking die ze heeft in haar hoofd, maar die wij niet kunnen beoordelen, dat we het mede konden beoordelen, voorzitter. Omdat aan deze zijde het ons menens is één om dit project inderdaad, deze wet inderdaad goed te keuren. Maar voorzitter, zoals eerder gezegd, niet blindelings, voorzitter. We kijken kritisch naar de zaak. Dus ik vraag nogmaals aan de leden om een beetje dichter bij ons te komen. Dat is één. Desalniettemin herhaal ik wat u heeft gezegd. En ik vraag aan de regering om inderdaad het onderste uit de kan te halen en alle insinuaties, alle beschuldigingen, alle verdachtmakingen haar richting om die weg te werken. Omdat dat ook van ons van belang is, voorzitter, dat we niet met een smet deze mooie wet, voorzitter, aannemen. Er is een project dat gaande is, waarbij we duidelijk zien, voorzitter, alleen een kaart, hè, die beschermd kaart. Blanco, op dit ogenblik, zoals hij geprijsd is, is bijna 7,5 US. Ja? Terwijl als je zo'n beschermd kaart zou bestellen op zo'n massa, 500.000 kaarten, voorzitter, je zou niet eens de helft van de prijs betalen. Ja, je praat over een orde van 1 US dollar per kaart beschermd. Dat is internationaal gangbaar. Daarom ben ik zeer geïnteresseerd, zoals u zei. En de commissievoorzitter zei dat de regering gaat aantonen hoeveel offertes zijn gevraagd en die zaken gaan gepresenteerd worden. We kijken ernaar uit. Men moet niet wildweg hier dingen schreeuwen. Laat de regering hier komen bewijzen dat die offertes zijn gevraagd en dan gaan we zien. Het lid Aziz Kumar Gayadin. Ook het DNA-lid Marlon Budeke plaatste de opmerking dat een openbare inschrijving vele van de opmerkingen en vragen uit de wereld zou helpen. Het lid Ousmane Wangsebesari wees echter op de efficiëntie van dit systeem en de spin-off van de wet. Na de ronde van het parlement volgde die voor de regering. De regering had echter wat meer tijd nodig om zich voor te bereiden.